Ik denk dat bij duurzaamheid het ook heel belangrijk is dat je jezelf niet voor de gek houdt. En dus je moet er A, echt in geloven en B, je moet het heel serieus opvolgen en meten. Zodat iedereen, ik heb 118.000 medewerkers, en dat 118.000 medewerkers en onze leveranciers en onze klanten precies weten waarvan wij overtuigd zijn en waar we onszelf aan hebben gecommit. Om relevant te zijn moet een bedrijf zich voortdurend aanpassen en we zijn ooit begonnen als een gloeilampenfabriek. Maar tegenwoordig zijn we een innovatiebedrijf wat oplossingen biedt voor gezondheidszorg, energiezuinige verlichting en consumentenwelbevinden. Maar bij Philips denk ik niet in eerste instantie aan duurzaamheid. Alles wat u maakt, dat heeft een snoertje. Is dat niet per definitie niet duurzaam? Wij vinden eigenlijk dat duurzaamheid al sinds het ontstaan van Philips is verankerd in de manier van zaken doen van Philips. Dan moet ik wel zeggen dat in de loop van de jaren, en zeker sinds de midden jaren 90, Philips nog veel nadrukkelijker is gaan inzetten op duurzaam ondernemen. Onder meer door bijvoorbeeld producten zo te ontwikkelen dat ze minder energie nemen, dat we kunnen gaan recyclen, dat we geen schadelijke stoffen meer gebruiken. Dus we spelen sterk in op duurzaamheid. En onze huidige EcoVision programma is alweer 15 jaar bezig. Dus ik denk dat we dit wel in ons DNA hebben inmiddels. En hoe duurzaam is duurzaam? Wat is bij u de lat? De lat ligt nooit hoog genoeg bij duurzaam ondernemen. En ik denk dat dat een eigenschap is van bedrijven die echt serieus zich committen aan duurzaam ondernemen. Wij streven er voortdurend naar om onszelf uit te dagen om nog verder te gaan. Waarom vindt u dat allemaal belangrijk? Wij zien het als belangrijk ten eerste omdat het een onderdeel is van onze bedrijfsstrategie. Zo kunnen wij beter concurreren en groeien. Ten tweede zien wij het belangrijk als een commitment naar de samenleving. Omdat we denken dat we daarmee een duurzame samenleving maken. Maar we merken ook dat het helpt om de beste mensen aan te trekken. Veel mensen die geven wel degelijk om hoe de samenleving wordt ingericht. Ik zelf ook. Ik denk ook aan hoe mijn kinderen zullen leven over 20, 25 jaar. En of er dan nog voldoende grondstoffen zijn. Of we dan nog een klimaat hebben wat gunstig is om gezond in te kunnen leven. Het is heel belangrijk om duurzaamheid integraal in de bedrijfsstrategie op te nemen. We hebben gemerkt, 15 jaar geleden, dat in het begin mensen dachten van, oh, moeten we dat er ook bij doen? Maar naarmate mensen er meer passie in kregen om duurzaamheid integraal onderdeel te maken van onze bedrijfsvoering, merkten we dat het niet extra kosten oplevert om duurzaam te produceren, duurzaam te ontwikkelen, maar juist een concurrentieel voordeel oplevert. Waar komt dat vandaan, dat concurrentievoordeel? Omdat we op zoek zijn naar doorbraken. Bijvoorbeeld doorbraken om producten energiezuiniger te maken. Doorbraken om te kunnen recyclen. En op het moment dat je dat doet, ontdek je soms dat je er een beter product van kunt maken. Wat helemaal niet duurder hoeft te zijn en betere functionaliteit heeft dan de traditionele manier. Bent u uw eigen eikpunt of kijkt u naar de concurrenten? We doen beide, maar op het moment dat je voorloopt in de industrie kan je niet alleen maar je eiken aan de concurrentie. Dan maak je het jezelf te makkelijk. En op dat moment stellen we een hoger eikpunt door eigenlijk de lat hoger te leggen dan vorig jaar. Want ik heb ergens gelezen dat u iets als groen beschouwt als u 10% beter doet dan de concurrent op dat punt. Dat klopt. Hoeft dus niet altijd dat klopt. Groen te zijn. Omdat je elk jaar die lat hoger legt, wordt het steeds groener. En wij geloven sterk in een continu verbeteringsproces, waarin dus een doelstelling elke keer wordt verhoogd. En als je dat gedurende 10, 15 jaar blijft doen, dan word je een heel groen bedrijf. Daarin gaan we heel ver. Een mooi voorbeeld zijn de tinmijnen in Congo. Wij hebben een initiatief genomen voor conflictvrij tin. En we hebben samengewerkt om daar doelstellingen op te formuleren. Waarin we zeggen van als we met elkaar alleen maar bij die tinmijnen kopen waar mensen op een fatsoenlijke manier worden behandeld, dan dragen wij ook daar ons steentje bij. Je zou ook kunnen zeggen in zo'n geval, we verdwijnen gewoon uit Congo. Daar doen we geen zaken mee, dat is makkelijk. Ja, maar kijk, in het voorbeeld van de tin, wij kopen überhaupt geen tin. Dus wij kopen onze elektronische componenten bij leveranciers, bijvoorbeeld in China en Taiwan.
En we verwachten van onze leveranciers dat ze geen zaken doen met zeg maar, die grondstoffen die uit de verkeerde mijnen komen. Maar daarvoor moet je dus naar de leverancier van de leverancier naar van de leverancier kijken. Vaak is dat goed te doen. Een enkele keer blijft dat onduidelijk. Vandaar dat ik niet kan garanderen dat we al op 100% scoren zitten op dit voorbeeld van de conflictvrije tinmijnen. Maar ik denk dat we wel heel erg ver komen met dit initiatief. Om echt een doorbraak te bereiken, moeten we toe naar een circulaire economie, waarin de producten die wij verkopen aan onze klanten uiteindelijk ook weer bij ons terugkomen. En als je daar goed over nadenkt, dan kun je een nog radicalere stap nemen. Namelijk, waarom zou een klant een product überhaupt kopen? Ze zouden ook alleen maar het nut van het product kunnen kopen, terwijl wij de eigenaar blijven van dat product. Ik zal een voorbeeld noemen bij energiezuinige LED-verlichting, waarmee je 60 tot 70% energie kunt besparen. Maak nou met ons een contract waarin we de lichtopbrengst aan je verkopen en wij zorgen voor de rest. Paperlux heet dat. Is er overigens een businessmodel wat we ook met een bekende architect in Nederland, Thomas Rauw, hebben besproken en ontwikkeld en aan de man brengen in de markt. Is heel inspirerend en ik denk dat we daarmee het volgende niveau van perfectie op duurzaam ondernemen kunnen gaan bereiken. Wij vinden een integrale rapportage belangrijk omdat duurzaamheid een integraal onderdeel is van onze wijze van bedrijfsvoering doen. People, planet, profit. Dan hoor je ook over alle drie aspecten van ondernemerschap te rapporteren. En alleen door publiek transparant te zijn over onze prestaties, kunnen we goed verantwoording afleggen. Kunnen we ook elke keer de lat hoger leggen en laten zien dat we hier heel serieus mee omgaan. Dus zo'n integrale rapportage, dat is meer dan alleen maar een achteraf rapportage, zeg maar. U gebruikt het ook om uw beleid vorm te geven? De rapportage is een meetpunt van het beleid. Mm-hmm. En in het beleid willen we elke keer de lat hoger leggen. En door inzicht te geven in de voortgang op zo'n roadmap, laten we zien dat we dit heel serieus nemen. Dus het is niet een rapportage van nou hier zijn onze cijfers, mm-hmm. Nee. Hier zijn wij op de weg naar voren, op de roadmap van verbetering. En daarbij willen we natuurlijk wel dat elk jaar de resultaten weer beter zijn dan het jaar daarvoor. Financieel, maar ook qua duurzaamheid en ook qua maatschappij. Dus zo'n manier van verslaglegging kan dan ook helpen om weer maatschappelijk verantwoord bezig te zijn? Ja, natuurlijk helpt dat. Het is een instrument. Het is een spiegel die je zelf voorhoudt over wat je bereikt. En tegelijkertijd leg je daarmee verantwoording af aan je klanten en je shareholders en je andere stakeholders. Voor 20% zitten in onze financiële beloningen strategische en operationele doelstellingen. Waarvan de duurzaamheid daarin sterk is verankerd. 20% en daar is duurzaamheid een onderdeel van? Zeker. Kan u dan ook nog wel een stap in maken, denk ik dan? Ik denk dat het bij iedereen, elke medewerker die het zou vragen, heel erg duidelijk is dat duurzaamheid een onderdeel is van hoe wij zaken doen. Het kan niet zo zijn dat duurzaamheid alleen wordt afgedwongen door middel van financiële beloningen. Duurzaamheid bij Philips is een manier van werken. En het heeft ook een grote hoeveelheid medewerkers aangetrokken bij Philips, die zeggen van omdat Philips zich duurzaam opstelt, willen we bij Philips werken. Omdat Philips een missie heeft om de wereld gezonder en duurzamer te maken, willen we een onderdeel zijn van dit bedrijf. Daar komen mensen echt op binnen? Daar komen mensen echt op binnen. Wat is de belangrijkste les die u door zou kunnen geven aan andere ondernemers over maatschappelijk verantwoord ondernemen? Niet aarzelen, maar je committen aan duurzaam ondernemen. In Nederland zijn veel bedrijven die juist doordat ze zich inzetten op duurzaamheid, een concurrentieel voordeel aan het halen zijn in de rest van de wereld. En naarmate de rest van de wereld grotere eisen begint te stellen aan duurzaamheid, zul je zien dat die bedrijven die vroeg zijn begonnen met zich te committeren op duurzaamheid, de winnaars van de toekomst zijn.